Hallo lieve mensen, daar zijn we weer live vanuit de lokaal. Dit is Stilbus. Yes. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. En ik zit eindelijk vandaag een keer met Amber Dijs aan tafel. Yes, eindelijk. Hier doen we het voor, hè? Hier doen we het voor. Mijn naam is Taroontje van der Looy, voor de mensen die mij niet kennen. En we zitten vandaag aan tafel met Roel van Gurp. Roel, welkom. Hallo, dank je. Leuk dat je er bent. Uit de Eerste Kamer. Het is wel een eer om je hier te hebben. Ik moet zeggen, ik hoor mezelf niet. Ik hoor mezelf ook niet door de koptelefoon. Ik hoor jullie zelf ook niet zo. Kijk. Nou hoor ik mezelf. Ja super. Roel, Eerste Kamer. Het zal wel een drukke periode zijn nou, denk ik dan. Ja, het is wel druk. Hoewel ik moet zeggen, er wordt nu natuurlijk gestemd voor de Provinciale Staten. Ja. En die Provinciale Statenleden, die mogen over 2 maanden dan weer de Eerste Kamer stemmen. Dus het is wel belangrijk voor ons. Maar als het goed is, zijn het vooral de Provinciale Statenmensen die volop in actie zijn. Dus jij bent niet op dit moment campagne aan het voeren, aan het flyeren en van deur tot deur. Ik doe wel eens een keertje mee flyeren natuurlijk, omdat ik het niet kan laten. Maar de grootste druk ligt ook bij de Statenleden. Of gezellig bij een talkshow in Tilburg aanschuiven. Dat is natuurlijk het leukste om te doen. Ja, want Roel, je komt uit Tilburg. Zeker. Je bent acht jaar lang wethouder geweest in Tilburg. Ja, klopt. Op het gebied van huisvesting. Maar je vertelde net al aan ons, Eerste Kamer doe je eigenlijk maar 1 dag in de week. Ja. Wat doe je daarnaast? Ik ben directeur, of dat heet tegenwoordig dan bestuurder van een woningcorporatie in Waalwijk, Dongen en Loon op Zand. Okay. Dus in deze regio. Ik woon in Tilburg. Ja. En dat doe ik 4 dagen in de week. En die vijfde dag op dinsdag stap ik 's ochtends vroeg op de trein naar Den Haag. Ja. En kom ik 's avonds laat weer terug uit Den Haag. Okay. Is politiek iets wat altijd al waar je altijd al mee bezig bent geweest? Ja, nou vooral samenleving en de sociale samenleving, daar ben ik altijd mee bezig geweest. En ik ben ergens toen ik denk 25 was, dan maar lid van een politieke partij geworden. Ik denk, uiteindelijk gaan die over de beslissingen. En zo ben ik in de gemeenteraad gerold in Tilburg. Daar heb ik 8 jaar in gezeten. En daarna ben ik ook nog 8 jaar wethouder geweest. Dus zo stiekem ben ik al wel lang met politiek bezig. Een hele politieke carrière al achter de rug. En even kijken, ik ben heel benieuwd hoe het is om in de Eerste Kamer te zitten. Ja. Maar daar wil ik straks alles over horen. Maar intussen hebben we ook Marloes Mutsaars is hier aangeschoven op de kruk. Want het is namelijk vanaf dit weekend ook Boekenweek, als ik het goed heb. Ja. En jij bent van Geernotte Mutsaars, de bekende boekenwinkel hier in de stad. Wat gaat er allemaal gebeuren rondom de Boekenweek? Ja, nou, de Boekenweek is voor ons natuurlijk het grootste feest van het jaar. Kan ik me voorstellen. En de leukste week in de winkel. Wat er gaat gebeuren is dat we vanaf morgen alle klanten bij aankoop van een boek vanaf €15 het Boekenweekgeschenk cadeau mogen geven. Ja, en dat is? Wat, Cadeautjes weggeven is natuurlijk altijd leuk. Zeker. En zeker als het een boek is. Dit jaar is Lize Spit heeft het geschreven. Vlaamse schrijfster, De Eerlijke Vinder. Mooi boek. En kun je een tipje van de sluier geven waar dit over gaat? Ja, ik ben halverwege, dus dan, dus ik moet vanavond nog eventjes. Het heet De Eerlijke Vinder. En het gaat over een Vlaamse jongen die heel graag een eerlijke vinder wil zijn. Maar wat is dat dan? Ja, mooi. En het is dus inderdaad voor jezelf en voor de luisteraars nog even een cliffhanger hoe het tweede deel van het boek eruit precies, gaat zien. Precies. Hey, en de Boekenweek, ik ging het even googlen waar het vandaan komt en ik moest al lachen, want het wordt georganiseerd door Stichting Propaganda van het Nederlandse Boek. Vond ik wel een geinige titel. Ja. Maar is dat echt nog heel erg nodig? Wordt er minder gelezen? Er is de collectieve propaganda van het Nederlandse Boek, CPNB, dat is een stichting die het lezen van boeken actief aan de man brengt. En dat doen zij zowel voor de bibliotheken als voor de boekhandels. En ja, ik denk dat het altijd nodig blijft. En uit allerlei onderzoeken blijkt hoe belangrijk lezen is. Dat het leuk is, dat hoop ik dat heel veel mensen al uit zichzelf weten. Maar ook hoe belangrijk het is. Omdat als je leest, dan leer je je verplaatsen in andere mensen. Je woordenschat gaat omhoog. Je hebt begrip voor de samenleving. Wat is er allemaal nog meer als in het einde,
het ene kleine hoekje waarin jij je bevindt. Ja, dus en, er mag altijd meer dus, gelezen worden. Ja, er moet altijd meer gelezen worden. Ik heb hier worden. Een vraag op rechts van Roel. Ja, als dat mag, want aansluitend bij jouw vraag. Ik ben de hele tijd betrokken geweest bij de bibliotheek. Ja. En toen maakten we ons als bestuur van de bibliotheek heel erg zorgen over ontlezing. Minder mensen gaan lezen, vooral jonge mensen niet. Dan ben ik ook een trouwe klant bij jullie, weet je. En ik kom graag bij jullie in de winkel. En dan denk ik altijd, wow, er zijn toch best veel mensen. Hoe gaat het een beetje met de leescultuur? Het gaat met de boekhandel heel goed. En dan heb ik het niet alleen over onszelf, maar gewoon over de boekhandel in Nederland. Daar gaat het goed mee. Toen ik ooit heel lang geleden begon bij Gianotte... toen zeiden ze al van, nou ja, kinderen lezen niet meer. En natuurlijk lezen niet alle kinderen. Dat was vroeger niet en dat is nu ook niet. Maar wat nu heel mooi is om te zien, is dat wij heel veel jonge klanten hebben. Met dank aan TikTok BookTok. En hoe leuk is het dat het zo'n medium, dat eigenlijk het lezen zo kan stimuleren. Een hele community van jonge mensen... Wel met name meisjes. Oh, dus daar valt nog iets te winnen. Dus daar valt nog van alles te winnen. Tussen de 15 en de 25. Die ontzettend van lezen houden. En ook, dat is voor ons dan ook wel weer leuk. Van het kopen van boeken. Die ze ook graag zelf willen hebben. Want ja, uiteindelijk. We zijn ook gewoon een winkel. Ja, precies. Ja. Dus, ja. Er wordt wel nog veel gelezen. Maar inderdaad, het mag altijd meer natuurlijk. En daar is de Boekenweek dan voor. Wat gaat er allemaal gebeuren bij jullie in het pand? Nou, gisteren hebben wij eigenlijk de eerste activiteit hebben we afgetrapt met een lezing van Jutta Goris. Zij heeft een boek geschreven, Alma's Dochters, waarin ze 5 vrouwen uit 1 familie eigenlijk uit de schaduw heeft gehaald van hun mannen. Mm. Bijvoorbeeld 1 van die vrouwen, dat was de vrouw van GBJ Hilterman. En nou zal het jou niks zeggen, nee. Je bent te jong. Maar Roel kent vast GBJ Hilterman en heel veel mensen. Zijn stemgeluid was legendarisch op de radio. Maar nu blijkt dat eigenlijk zijn vrouw ervoor gezorgd heeft dat hij de Haagse Post kon kopen. Ah. En dat GBJ met de eer ging strijken. En zo hebben al die vrouwen die hebben iets... betekent, alleen hebben toch ook voor de buitenwereld in de schaduw van hun mannen blijven staan. Nou, daar heeft zij een prachtig boek over geschreven. Dus dat was een heel mooi begin. Zondag, dan komt Tom Hofman hier in de bibliotheek. Hebben we een activiteit samen met de Lokhal. 150 man komt dan luisteren naar het verhaal over zijn boek, over Indië, over zijn familie. En dan hebben we volgende week, donderdag, hebben we nog Maria Laverda. Die is in Tilburg bij een groot publiek ook bekend. Zij heeft tassen bijvoorbeeld ontworpen. Ze had ook een winkel. En zij heeft haar biografie geschreven. Prachtig vormgegeven. En dat presenteert ze volgende week donderdagavond bij ons. Top. Dus er is genoeg te doen. Er is genoeg te doen, ja, en zeker. Kunnen bezoekers gewoon binnenlopen of moeten ze aanmelden? In een winkel mag je altijd binnenlopen. Ja, oké. Ja. Dat is het leuke van een winkel. Zeker, zeker. En boeken kopen. Ja. Ja. Dat mag, maar dat hoeft niet. Nee. Koffie drinken kan ook daarom natuurlijk. Daarom ben jij zelf een groot lezer? Ja, toevallig wel, Amber. Ik heb een app waarbij ik bijhoud hoeveel boeken ik lees. En dan kan ik elke keer een challenge instellen. En je gaat het niet geloven, maar ik heb vorig jaar, 2022, heb ik 100 boeken gelezen. Nee, doe normaal. Wow. Maar, kleine krijg je ook veel comics en manga's. Oh, ja. Maar dan nog. Ik heb mezelf echt uitgedaagd. Ja, echt zeker. Heel veel. Ja. Dus jij moet even al die jongens gaan influenceren. Dus. Ja, zeker. Ja, ik ga TikTok beginnen, denk ik. Ja. Oh my god, goed idee. Goed idee. Ja. Oké, okay, dus we gaan met z'n allen naar de winkel en naar de Lokhal. Kunnen we het programma ergens vinden? Op de website. Oké, okay, te gek. Zeker. Nou, hartstikke bedankt en veel plezier de komende week. Dat zal druk worden. Ja, en van de boekenwinkel gaan we terug naar de Eerste Kamer, Roel. Laten we even onze geheugen een beetje op te versen. Wat doet de Eerste Kamer precies? Ja, de Eerste Kamer die moet wetten die door de Tweede Kamer zijn vastgesteld, nog een keer aan het tweede oordeel onderwerpen. Ja. Dat is het enige wat we doen. Daar hebben we ook onze handen vol aan, hoor. Dus de Eerste Kamer mag niet zelf initiatieven nemen of zelf eens wetten voorstellen of
allerlei andere dingen van beleid die niet in wetgeving komen. Daar gaan we allemaal niet over. Maar zo gauw als de regering via de Tweede Kamer een wet maakt, moet die, als die meerderheid heeft in de Tweede Kamer, moet die ook naar de Eerste Kamer komen. En dan moeten ze daar ook een meerderheid zien te halen. Ja. En pas dan gaat de wet in werking. En gebeurt het vaak dat wetten worden afgekeurd alsnog? Niet vaak, maar het gebeurt wel. Dus eigenlijk een extra orgaan om het het is een extra toets, zeg maar. Ja. Een soort zekerheid. Weten we nou zeker dat dit een goed idee is? En wat voor mensen zitten er dan in de Eerste Kamer? Daar zitten dus allemaal mensen die een andere functie hebben. Of die inmiddels gepensioneerd zijn, zijn er natuurlijk ook. De gemiddelde leeftijd ligt wel iets hoger dan de Tweede Kamer. Ja. Er zitten meestal niet de mensen die heel erg bezig zijn met hun eigen carrière en zo. Ja. Want daar is niet de plek voor. Niet graag op tv komen. Precies, ook allemaal niet gelukkig maar, zeg ik altijd. Ja. Want daarom wordt er fatsoenlijk gedebatteerd. ik werk zelf bijvoorbeeld bij een woningcoöperatie. Mijn collega die werkt bij de organisatie van reizigers voor het openbaar vervoer, Rover. En weer een andere collega die is advocaat. En zo is het eigenlijk een spectrum van mensen met verschillende beroepspraktijken. Ja. Mensen tussen de, nou, grofweg gezegd, tussen de 40 en de 75, zeg maar. Die dus gekozen zijn om die wetten nog een keer aan een kritisch oordeel te onderwerpen. Ja, dus echt die reflecterende rol eigenlijk. Ja. Wat ik me dan wel afvraag. Ik zou eigenlijk denken dat als er een wet door de Tweede Kamer komt en de partijen die daarvoor hebben gestemd, dat zijn automatisch ook dan de partijen die in de Eerste Kamer zitten die daar ook voor stemmen en de partijen die in de Tweede Kamer tegen waren, diezelfde partijen zijn in de Eerste Kamer ook tegen. Vaak zie je dat, maar dan is het spannend dat de meerderheden in de Eerste Kamer anders zijn dan in de Tweede Kamer. Dus als dat gebeurt en bijvoorbeeld in de Tweede Kamer hebben alleen de regeringspartijen voorgestemd, diezelfde regeringspartijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Nee. Dus dan krijg je al het eerste. De regering moet bij het maken van wetten er rekening mee houden dat ze niet alleen de vier regeringspartijen meekrijgen, maar ook anderen. Ja. Anders halen ze niet in de Eerste Kamer. Maar er is ook nog een meer inhoudelijk iets. Je kunt best wel om politieke inhoudelijke redenen voor een wet gestemd hebben. Maar als je hem dan ziet, toch zeggen, ja, maar het zit gewoon niet goed in elkaar. Ja. Daar zitten dingen in, daar gaan ongelukken mee gebeuren. Ja. Dus het gebeurt eigenlijk nooit als je in de Tweede Kamer tegen een wet bent geweest, dat diezelfde partij in de Eerste Kamer voor is. Maar het gebeurt wel dat er een kritische partij nood in de Tweede Kamer voor was. En dan de Eerste Kamer zegt, ja, het rammelt aan alle kanten. Dat moeten we gewoon niet doen. Worden er dan in de Eerste Kamer ook heel veel experts bij geschakeld? Dus stel het vaak gaat wel over een bepaald thema, dat er dan juist echt gekeken wordt naar experts in het veld? Ja, op grote onderwerpen hebben we heel vaak expert meetings. En we zijn op dit moment het pensioenstelsel. Dat is door de Tweede Kamer gegaan na jaren. Ligt nou bij de Eerste Kamer. En hebben we twee keer op een dinsdagavond van 6 tot 9 expertmeetings gehad. Met allerlei deskundigen uit de pensioenwereld. Voorstanders, tegenstanders, mensen die niet zozeer een mening hebben, maar wel gewoon heel veel verstand van hebben. Ja. Om ons te informeren over allerlei vragen die we hebben. En gewapend met die kennis gaan wij dan de behandeling in. En uiteindelijk kan zo'n wet dus teruggestuurd worden naar de Tweede Kamer om aan te scherpen, omdat er nog dingen in zitten die jullie... Dat is een hele goede vraag. Het eerste wat wij kunnen is hem gewoon afkeuren en dan is die weg. Ja, dat is soms best een hard middel, hè, want dan zeg je, maar er zit eigenlijk maar één ding in wat niet deugt. Ja. Dus sinds kort kan precies wat jij zegt, kunnen we hem ook terugsturen, of dat heet dan iets anders, dat heet een novelle vraag. En dan zeggen we tegen minister, op deze manier stemmen wij er tegen. Maar mocht jij nou dat en dat punt aanpassen en daar in de Eerste Kamer een meerderheid van krijgen, dan mag je terugkomen, dan stemmen wij ervoor. Dan hebben we een deal. Ja, zoiets. Ja, ja. Hey, en hoe beland je in de Eerste Kamer? Als we even naar jezelf kijken, naar hoe dat bij jou gelukt is of gebeurd is. Wat bedoel je? Hoe? Nou, hoe word je onderdeel van de Eerste Kamer, zeg maar? Oh ja, is dat een mooie vraag. dat was ook een beetje mijn eigen vraag toen ik eraan begon. Want ik had, je zei het net in de intro, ik had veel ervaring in de lokale politiek, maar dat was tot 2002. Dus dat is ook alweer inmiddels 20 jaar geleden. 4 jaar geleden ben ik de Eerste Kamer ingegaan, toen was 16 jaar geleden. Dus toen dacht ik, ga ik dit weer leuk vinden? Mm-hmm. En nou, het helpt wel dat ik snap hoe politiek werkt. Het helpt voor mij ook wel dat ik altijd gevonden heb, je moet politiek bedrijven, moet je ook dicht bij jezelf blijven. Nou, als je dicht bij jezelf blijft en je hebt een beetje lol in het spel en je bent inhoudelijk geïnteresseerd en je gaat een beetje fatsoenlijk met mensen om, dan land je eigenlijk al vanzelf vrij gauw. Ja. Want het is geen enorme vechtarena. Nee, precies. Het is geen macho gedoetje. Dus als je gewoon redelijk
en rustig en inhoudelijk op dingen praat, dan word je al gauw gezien als een serieuze collega die met verstand van zaken ook zijn mening geeft. Dus de sfeer in de Eerste Kamer is ook gewoon een goede sfeer, een fijne sfeer. Ik ben daar erg over te spreken. Ja, goed om te horen. Ja, dus gelukkig, want altijd beeld. Ook wel eens een beetje uitvergroot hebben. In de Tweede Kamer gaat ook vaak goed. Maar dat uitvergrote beeld van die vechtende mannetjes. Ja, daar gaan mensen geen plezier van in politiek krijgen. Maar en terecht. Klinkt wel iets beter dan hoe het er op tv uitziet in de Tweede Kamer. Toch? Ja. Met het opstaan en weglopen. Ja, maar daar zeg ik eerlijk bij. Want ik spreek mijn collega's in de Tweede Kamer natuurlijk ook vaak. Daar gaat het 90% van de taak van de tijd ook fatsoenlijk, hoor. Ja. Okay. Maar goed, maar dat daar zitten wel die niet uitspattingen in. En daar zit natuurlijk ook die ontzettend proberen te scoren met one-liners zit erin. Ja, dat is gelukkig in de Eerste Kamer niet. Nee, het is echt voor de bühne veel, hè? Ja. We gaan door naar ons telefoongesprek, volgens mij. Ja, want we hebben Bram van Beuren aan de telefoon. En met betrekking eigenlijk ook tot de provinciale statenverkiezingen van volgende week woensdag. Ja, goedemiddag Bram. Hallo. Hey. Ik hoor vooral heel harde muziek. Oh, dat is ons wachttuuntje, denk ik. We zijn ermee bezig. Ja. Nou, Bram, even kijken. Oh, dat is wel grappig. Ik ben benieuwd dat hij... wij zijn een lekker nummer. Ik ben benieuwd waar dat feestje is. Volgens mij zit Roel weer te zingen. Nou ook alleen jullie. Ja, super. Bram, jij bent bezig met het opzetten van een stembureau. Klopt dat? Nee. Ik ben nou bezig met het klaarzetten van het restaurant. Dus woensdag is het pas stembureau. Ah, oké. Okay. Ja. Maar wij zijn eigenlijk heel benieuwd. Hoe werkt dat? Een stembureau neerzetten, regelen en vrijwilligers daarvoor vinden? Kan je ons daar iets over vertellen? Ik hoef de vrijwilligers natuurlijk niet te vinden. Die regelt de gemeente. En wij zijn gewoon een locatie waar mensen komen, waar die vrijwilligers komen stemmen. De gemeente die schakelt heel veel ambtenaren zo in die dan 2 dagen lang rondrijden om alles op te bouwen en te installeren. Maar ook, ik ben ook vrijwilliger die dan hier aanwezig is als voorzitter van het stembureau. Oké, en wat houdt dat precies in, voorzitter van het stembureau? Wat moet je dan in de gaten houden of doen? Nou, je hebt van die stembureauleden. Die dus jouw stempas innemen en jou de stembiljet overhandigen en dat soort dingen. In principe doet iedereen hetzelfde, maar als er een moeilijke vraag is, dan wordt er één van die stembureauleden door de rest aangestaagd. Dat is de voorzitter. Oké. Klinkt gezellig. Ja. Hey, en hoe ziet zo'n dag voor jou eruit aanstaande woensdag? Lang. We moeten de deur om 7:00 of 6:30 moeten de deur open doen. En dan moet alles een beetje klaargezet worden. De materialen die staan er dan al, die worden dinsdag hier al neergezet. Punten slijpen misschien? Ja, punten slijpen, het zit alles. Je krijgt een koffertje, wordt voorzien. Met zelfs een puzzelboekje. Ik heb nog nooit iemand daar puzzels in zien maken trouwens, maar dat is wel grappig. Zoals er niemand extra, kon stemmen. Extra pennen, potloden, elastiekjes om de stempassen bij elkaar te binden. Ah, ja. Zodat je ze een beetje, als je ze geteld hebt, dat je ze kunt ordenen en zo. En de stembus, die staat er dan ook al. Die staat verzegeld. En vervolgens komen mensen de hele dag stemmen. En uiteindelijk sluiten de stembussen. En dan zit jij daar nog de hele nacht te tellen? Of hoe zie ik dat voor me? Nou, dan komen er nog meer vrijwilligers bij. Als het stembureau gesloten is. En het is ook zo, dat je te laat bent, dan mag je niet meer stemmen. Maar als er nog een hele rij buiten de deur staat, dan mogen die mensen allemaal nog stemmen, ook al is de tijd voorbij. Want dan waren ze op tijd. Nou, als die laatste mensen weg zijn, dan wordt het stembureau gesloten. Maar het blijft wel open, dus het gaat niet op slot. Want iedereen moet erbij kunnen, hè? Iedereen moet komen kijken. Want als burgers is iedereen natuurlijk heel erg geïnteresseerd dat het allemaal heel eerlijk verloopt en zo. Nou, dan worden die hele grote stembiljetten met die kleine rode vinkjes, die worden allemaal gesorteerd. Per partij, die worden er overal neergelegd en in stapels gemaakt. Op dat moment komen er meer vrijwilligers bij om mee te helpen. Ja, en dan wordt alles geteld. En als er net zoveel stemmen zijn geteld als dat de stempassen binnen zijn, dan is het allemaal goed gegaan. En als dat nou te groot verschil is, opnieuw, dan moet het nog een keer opnieuw geteld worden. Ja, we hebben wel eens meegemaakt dat dat je tot 2:00 s'nachts nog zit te tellen. Maar dit jaar is dat anders. Dit jaar hebben ze gezegd,
je hoeft alleen maar de partijen te tellen. Want dat willen ze weten, hè, voor de NOS en zo. En de, als ze voor het scherm staan, van die stad heeft hierop gestemd, die heeft daarop gestemd. Maar je moet ook nog, alle stemmetjes per persoon moeten ook nog geteld worden. Ja, maar tuurlijk. Dat doen ze later bij jullie in de lokhal. Kijk eens aan. Zo zijn ze aan het improven. Hey Bram, jij bent een pizzeria in de race, want we mogen natuurlijk geen namen noemen. Hele lekker hoor ik. Even kijken, bij 013 kun je stemmen, dan kun je allemaal op de foto en zo. En allemaal, of tenminste, ik weet niet of dat dit jaar ook zo is, maar soms ga je ook nog iets heel spectaculairs doen, zodat iedereen bij jou komt stemmen. Nou, wij hebben wel eigenlijk altijd mensen, altijd wel iets lekkers neergezet, omdat wij, ook voordat wij pizzeria waren, waren wij al een heel oud horecabedrijf. Wat hier sinds 1973 al stembureau is. Wow. En mijn vader die zorgde altijd al voor koffie en iets lekkers en zo. Dus dat doen we eigenlijk, gaan wij ook doen. We hebben mensen ook vaak een pizzapuntje laten proeven. Maar omdat ik nu zelf dus ook weer stembureau voorzitter ben, weet ik niet zeker of ik ook tijd heb op pizza. Ja, begrijpelijk. Ja, Bram, super bedankt voor je toelichting en uitleg. En ik heb weer helemaal vertrouwen in het systeem. En ik wens je heel veel succes de 15e. En, ja, ga allemaal stemmen bij een pizzeria in de race. En misschien krijg je een puntje. Ja. Vaak zetten we wel meerdere, als we pizza's bakken, dan zetten we er meerdere neer, want je moet kiezen. Ja, heel belangrijk, heel belangrijk. Heel erg Bram, dankjewel. Ja, oké. Fijne dag nog. Ik krijg er helemaal zin in. Ja. Heb je daar ook? Ja, ik vind het, ook altijd wel leuk. Ja. Om je paspoort af te stoffen. En, Want de provinciale statenverkiezingen, yes. Daar draait het eigenlijk zeker. Om. Is er wel een beetje commotie af en toe in het nieuws dat het deze verkiezingen heel erg gaat over de Eerste Kamer en te weinig over de provincie. Nou, daar ben ik het eigenlijk al mee eens. Je zult het misschien niet van mij verwachten omdat ik zelf in de Eerste Kamer zit. Natuurlijk vind ik dat allemaal superbelangrijk. Maar het zijn provinciale statenverkiezingen. De provincie doet ook echt superbelangrijke dingen. Ja. En ik denk dat het afgelopen half jaar of jaar niemand een dag het nieuws heeft kunnen volgen of het ging over stikstof. Ja. En wie moet uiteindelijk dat allemaal goed regelen, dat is wel de provincie. Ja. Die moet de gebieden aanwijzen, die moet de belangen van boeren en natuur en wonen en werken afwegen. Dat geeft aan dat de provincie ontzettend belangrijk is. Zeker, ja. Openbaar vervoer is een ander voorbeeld. Het is hier in de stad nou allemaal niet zo'n ontzettend punt. Dat werkt wel, maar zo gauw als je een beetje buiten de stad woont en je hebt geen auto. Ja. En dan ben je aangewezen op je ene bus en er rijdt misschien eens in het uur en om 9 uur de laatste als er al een bus komt. Ja. En dat isoleert mensen ook. Dat geeft mensen ook een gevoel dat ze er niet meer bij horen. Nou, dat is ook een punt dat de provincie regelt. Ja. Dus ik vind zelf heel erg belangrijk die provinciale statenverkiezingen. Ja. Ja, dus dat zijn allemaal thema's waar je inderdaad voor kan stemmen, wat misschien bij de meerderheid helemaal niet zo duidelijk is. Van waar stem ik eigenlijk voor? Klopt, je bent toch vaak vooral gericht op wat je landelijk in het nieuws ziet. Hè? En dat zijn gewoon, voor mij praten dan Jesse Klaver en Geert Wilders en Mark Rutte. Of misschien dan nog wel van je gemeente, omdat er een weg langs je deur loopt. Of in het buitengebied komt een horecagelegenheid die je er niet wilt hebben. Of nou, noem het allemaal op, hè. Heel dichtbij. Maar dat tussengebied, waar de provincie eigenlijk over gaat, is ook superbelangrijk. Ja. En je ziet dat vaak bij mensen niet helemaal top of mind is. Nee, dat denk ik ook. Klopt. Ja. En je woont zelf in Tilburg. Zeker. Zijn er ook echt hele dingen waar we voor gaan stemmen die heel erg op de stad slaan? Of gaat het juist meer om de gebieden daaromheen? Ja, ik denk zelf dat wonen het grootste onderwerp is wat ook de stad raakt. Oké. Okay. Daar ben ik natuurlijk ook beroepshalve mee bezig. Daar weet je toevallig wat van. De sociale woningbouw. Maar gisteren is er bijvoorbeeld door de provincie Noord-Brabant met de gemeentebesturen uit Brabant en met de woningcorporaties een zogenaamde woondeal gesloten. Zegt, er moet gewoon de komende jaren meer huizen gebouwd worden. En grofweg is dat zo en zo verdeeld tussen de regio's en binnen die regio weer zo en zo verdeeld tussen de gemeenten.
En we zetten dat erop in om te zorgen dat het ook waar is. En van die woning die gebouwd wordt, moet ook wel 30% sociale woningbouw zijn. Dus dat is iets dat de Provinciale Staten beslist. En vervolgens mag de gemeenteraad gaan kijken van nou die komen dan, die woningen komen dan daar en het wordt een flat. Het is in dit geval nog iets ingewikkelder. Oh, want eigenlijk wij proberen het duidelijk te maken. Man. Ja, maar ja, ik moet ook eerlijk zijn. Hè, het makkelijkste is om ja te zeggen. Het is bijna waar. Okay. Alleen Hugo de Jonge heeft het beslist, de minister. De minister die zegt dan zet ik er de provincies tussen. Want die kennen de regio beter. Dus die heeft de 12 provincies aangewezen om allemaal een deel van zijn woningbouwplannen waar te gaan maken. Okay. En dan verder gaat het precies zoals jij zei. Daar komt toch Hugo dan weer om de hoek kijken. Ja, daar komt toch Hugo weer. Ja, daar kom je niet omheen hoor. En hoe kijkt u dan naar de woningnood? Het is inderdaad een groot thema. We hebben te weinig woningen. We moeten meer bouwen. Dan gaat het er ook vaak om, moet het binnen de bebouwde kom of moeten we ook buiten de bebouwde kom gaan bouwen? Dan kan het weer ten koste gaan van natuurgebied of kan het ten koste gaan van weilanden. Hoe kijkt u daarnaar? Wat zijn daarin de belangrijke volgende stappen? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we de ruimte die binnen bebouwde kom is veel beter gebruiken. En dat wil dus niet zeggen dat ieder speeltuintje of voetbalveldje of zo volgebouwd wordt. Want dat denken mensen dan wel eens. Hè? Dan gaat ieder beetje groen eraan. Ja. Maar als je bijvoorbeeld ziet hoeveel een beetje verlopen bedrijventerreinen er liggen. Klopt. Hier in Tilburg langs het kanaal bijvoorbeeld. Ja. Waar eigenlijk nog wel wat bedrijven zitten, maar heel veel ook niet meer. Of ja, goed puntje. En als je daar woningen zou bouwen en je durft dan ook, want de meeste woningvraag zit bij 1- en 2-persoonshuishoudens. Ja. Als je dan ook een beetje de hoogte in durft te gaan, dan kun je nog heel veel binnen de bestaande stad. Ja. En dan denk ik, zeker in de dorpen, zal er hier en daar ook best nog wel eens een keer een weiland aanpalend aan de stad ook bebouwd moeten worden om ook voor de eigen jongeren nog wat te houden. Zeker, maar volgens mij is goed inzetten op binnen de bebouwde kom is nog ontzettend veel winst te maken. Ja. Klinkt logisch. Zeker. De Provinciale Statenverkiezingen. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Kan ik dat vergelijken met een soort gemeenteraad, maar dan voor de provincie? Ja. Ja, dat is een goede vergelijking. Okay. Wat in de gemeente de burgemeester is, dat is in de provincie de commissaris van de Koning. Ja. Wat in de gemeente het college van burgemeester en wethouders is, is in de provincie het college van gedeputeerde staten. En wat in de gemeente de gemeenteraad is, is in de provincie de provinciale staten. En eigenlijk is het landelijk weer zo met Tweede Kamer, regering en minister-president. Ja, precies. Ja, ik begin het wel steeds meer te begrijpen waar we voor gaan stemmen aan zijn de woensdag. Eigenlijk hetzelfde, maar het dan een steeds hoger, groter niveau klopt. Eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Alright. We gaan even naar muziek luisteren volgens mij. Bij 3 voor 12 aan de telefoon. Zeker, we hebben weer Richen aan de telefoon. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, hoe is het ermee? Ja, goed. Goed zo. Er is vandaag weer een hoop moois uitgekomen en afgelopen week. Oké. Ja. Nou, wij zijn heel benieuwd. Ja. Vertel. Vandaag heb ik een nummer meegenomen van een Tilburgse artiest waar we al een tijdje niks van gehoord hebben. Oké. Namelijk Cube. Cube. Hmm. Hij heeft gestudeerd aan de Rock Academy en je kan hem misschien ook wel kennen als de frontman van de Tilburgse band De Maalstroom. En zijn laatste nummer stamt uit 2020, maar nu is hij dus back met Dansende Letters. En dat is een beetje een combinatie van rap en spoken word. En hij heeft het nummer in samenwerking gemaakt met het Taalhuis Midden-Brabant. Okay. Om de laaggeletterdheid in Nederland op de kaart te zetten. Goeie. En het is ook nog eens het startschot voor een nieuwe periode voor Cube. Want hij gaat later dit jaar ook nog een album uitbrengen. Oh, kijk eens aan. Dus dat is een mooi voorproefje. Dan gaan we luisteren. Dankjewel. Dankjewel. Joe. Was een goede dag, we legden eindelijk de laatste stenen van het terras. Alles strak en volledig waterpas. En ik ben trots op het feit dat ik de paden creëer van de stad. Waar honderden voeten overheen lopen, elke dag zonder erbij stil te staan wie ze heeft gemaakt.
wie ze heeft bestraat. Maar ondanks het gebrek aan waardering werk ik meestal hard en graag. Vooral wanneer de zon schijnt op mijn handen en mijn hoofd. Ik ben voldaan wanneer ik na een dag hard werken weer door mijn voordeur loop. Maar wacht. Ik zie een brief liggen op de mat. Hij ligt er al even. Ik kan hem blijven negeren, maar omgekeerd zullen ze mij niet vergeten. Ik kan blijven staren naar het blauwe papier, hopend dat die brief oplost in het niets. Of ik kan hem openmaken, proberen de codes in heldere zinnen te vertalen. Als ik het raam uitspring in een poging om te vliegen, heb ik waarschijnlijk nog een grotere kans van slagen. Maar goed, daar gaan we. Open dat ding, hopen dat dit keer een oplossing mogelijk is. De letters dansen op het papier. Het is een understatement om te zeggen dat ik het overzicht mis. Zoeken naar een manier om mezelf te redden in een wereld die is opgebouwd uit cijfers en letters. Yes. Ja, cute. Lekker. Klinkt goed, ja. Mooie boodschap. Zeker. Ja, Roel, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ben je ook een beetje een muziekliefhebber? Nou, ja, een beetje. Maar ik ben een liefhebber van klassieke muziek. Dus. Klassieke muziek. Dus ik praat niet gauw mee over, over wat we net hoorden, wat ik prachtig en leuk vind, hoor. Maar, dat is niet iets wat je thuis even opzet. Nee, dat is niet iets wat ik thuis even opzet. Dat wil niet zeggen dat ik niet kan waarderen, hè? Want ik kan het wel waarderen. Maar als ik thuis zit, dan gaat de klassieke muziek op. Oké. Ja, want we blijven nog even in het muziekthema hangen. Klopt. We hebben een nieuw festival in Tilburg. En volgens mij hebben we Dirk Stolk aan de telefoon. Zeker. Dag Dirk. Zeker. Hey. Hallo. Ja, gisteren kwam het in één keer naar buiten. Het moment. Ja, allereerst gefeliciteerd, man. Nieuw hip-hop festival in de Spoorzone. Ja, dankjewel. Ja. Ja, Dirk, vertel, hoe is dit tot stand gekomen? Eigenlijk zit er al best wel een lange historie achter Tilburg als hip-hopstad. En dat komt bij dat Tilburg op het gebied van evenementen eigenlijk ook de afgelopen jaren heel erg lekker bezig is geweest. Met draaimolen in de elektronische hoek, roodbun in de zware gitaren. Spoorpark Live is er nou bijgekomen als soort van groot popfestival. Ja. Maar hip-hop is eigenlijk gewoon het grootste genre ter wereld op het moment eigenlijk. Mm-hmm. En het genre waar wij het meest van houden. En toen dacht ik, boeha, vertrekt uit Tilburg. Ja, iedereen kwaad. Het kan niet zo zijn dat we, en iedereen kwaad, en het kan niet zo zijn dat ze als Tilburg evenementenstad geen groot festival in dat genre hebben. Nee, dus jij dacht, oké, woeha is weg, laat ik het eens opzetten. Ja, het zat al wel wat langer, stond het op mijn Netflix om zoiets te gaan doen, ook omdat het gewoon mijn favoriete genre is. Maar eigenlijk toen dit gebeurde, toen Bowie van Loon, daar doe ik het ook samen mee. Wij appten elkaar van, we moeten even een biertje doen, want ik heb wat te bespreken. En hij zei, ik heb ook iets te bespreken. En eigenlijk zei ik, doe jij je verhaal? En hij vertelde wat zijn plannen waren en mijn antwoord was alleen, dat is eigenlijk precies wat ik ook had. Dus let's go. Ja, tof. En het is in de Spoorzone. Ook opvallend natuurlijk, want daar is Woeha ook begonnen. Moeten we dan een beetje weer aan de oude Woeha-sfeer denken? Mogen we daar weer een beetje van dromen dat we die sfeer gaan krijgen? Of wordt het heel anders? Het is natuurlijk hetzelfde terrein. Dus een deel van de sfeer ga je wel echt ook wel hebben daar. Maar wat we overal wel een beetje proberen te benadrukken, we zijn niet zeg maar het nieuwe Woeha. We hebben wel een eigen profiel, een eigen gedachtegang en visie. Zo focussen wij heel erg op Nederlandstalige hip-hop-artiesten. Zo Woeha natuurlijk heel internationaal gefocust was. Ja. Dus het is ook hip-hop, alleen op onze manier. Oké. En hoe reageert Tilburg tot nu toe? Zijn mensen blij? Niet alleen Tilburg, heel Nederland. We krijgen zoveel vette berichten binnen. Echt, dat doet ons wel heel goed. Ja, ik heb even de reacties op Instagram terug zitten scrollen. Maar dan zie je wel dat iedereen echt helemaal hyped is. Ja. Echt heel tof. Ja. Hey, en kun je wat vertellen over de line-up? Zeker. We hebben als grote twee acts bovenaan de poster hebben we Kevin staan. Jonge Rotterdamse rapper. En Moola B. Uit Den Haag. Moola sluit met de show het festival af. Dus dat gaat wel echt met een knaller af. Dat we echt soort van een trapshow krijgen. Maar het gaat echt eigenlijk alle kanten op. Want we hebben ook gewoon een Styx. Wat een van mijn favoriete rappers ooit is. Uit Opgezwollen nog. Die ook gewoon nog steeds nieuwe albums uitbrengt. En die erbij staat. Jonge guys als Ares.
die er ook staat. We hebben ook België erbij met Dikke, een rapper die we heel vet vinden. Dus we hebben eigenlijk voor iedereen wel wat wils die iets heeft met hiphop. Ja, en Dirk, hoe zit het eigenlijk met lokaal talent? Kunnen we dat ook terugvinden op het festival? Ja, tuurlijk. Dit vinden we ook wel belangrijk, ja. Want Bowie en ik komen origineel gewoon echt allebei uit Tilburg. We zijn gewoon echte kruikenzeikers en we houden van de stad. En van de mensen en de rauwe feel. Dus daarom vonden we dat en dit festival in Tilburg gewoon moest plaatsvinden in onze stad. Maar ook dat we ook Tilburgse acts hier wel echt bij betrokken hebben. Dus de jongens van Vegan Music en van de Tuinhuis staan erbij. En dat zijn voor nu de eerste Tilburgse namen, maar die komen er nog wel meer bij. Ja, leuk. Leuke gasten. Leuk, ja, want er komen nog meer namen aan. Dit is nog niet de volledige line-up. Nee. Ik ga je niet vragen om een preview, want je hebt net deze namen gedropt. Maar wanneer kunnen we ongeveer die nieuwe namen verwachten? Dat kan goed nog wel anderhalve maand of twee maanden duren, hoor. Okay. Dat gaat komen. Okay. Dit is wel de grootste eerste deel van de line-up die nou online is gekomen. Ja, ja, maar er komt dus meer. Dus, ja, er komen ook nog DJ's bij. Ah, nice. Ja. Hey, en wanneer kunnen we tickets gaan kopen, of kan dat al? 23 maart gaat de ticketverkoop online. Je kan nou op de website kun je ook zo je e-mailadres achterlaten en pre-registreren. Dan krijg je gewoon een mailtje met een ticketlinkje en dan kun je eerder in de ticketshop. Nice. Super. Dirk, tot slot, want dat hebben we helemaal niet gevraagd. Wanneer vindt het plaats? Ja, goeie vraag, Thay. Oh ja. zaterdag 29 juli. Dat is tijdens de Tilburgse kermis. Ah, kijk eens aan. Perfect. Tijdens de kermis. Nice. Tof. Ja. All right. Ja, ik denk dat ik wel kom kijken. Ja, ik denk het ook. Ja, Dirk, dankjewel voor je tijd en heel veel succes met de verdere voorbereidingen. Ja, dankjewel. Succes met de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, heel blij mee dat we weer compleet zijn in Tilburg qua muziek en festivals. Ja. Echt een mooie toevoeging weer. Want hiphop leeft in Tilburg. Maar leven de provinciale verkiezingen ook? Dat is altijd een beetje de vraag natuurlijk. Minder dan hiphop, denk ik. Ja, dat zou misschien een goede samenwerking kunnen zijn. Dan, ja, het zou een goede samenwerking. En dan kunnen we zo even een nummertje met je opnemen. Met mij? Ja. Ik weet niet of dat gaat helpen. Nee, maar het is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat bij de gemeenteraadsverkiezingen was het misschien al lastig van wat is dit voor me en waar gaat dit over? En gaat dit wel over mij? En bij provinciale verkiezingen, dat is mijn aanname, maar heb ik het gevoel dat het voor mensen nog verder weg voelt. Vooral als het gaat over thema's als stikstof. Terwijl bijvoorbeeld zo'n woning, die woningproblematiek is natuurlijk, gaat juist heel veel mensen aan. Maar of het echt duidelijk is van waar stem ik voor, dat vraag ik me heel erg af. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou, ik deel jouw zorg wel een beetje. Dus ik denk dat de thema's allemaal hartstikke concreet zijn. Ja. Openbaar vervoer, wonen, stikstof, allemaal dingen die eigenlijk heel dichtbij zijn voor iedereen. Niet alleen op het platteland, ook in de stad. Maar ik merk wel dat wat mensen van de politiek meekrijgen is toch het grote plaatje. Mm-hmm. Ja. Landelijk. Of misschien soms wat heel dicht bij huis is in de eigen wijk of in de eigen stad. Ja, de speeltuintjes en de dingen die letterlijk precies naast je huis zijn. Ja. En dat andere niveau waar hartstikke belangrijke dingen gebeuren, daar is vaak minder betrokkenheid bij. Ja, en minder betrokkenheid wil vaak ook zeggen minder gaan stemmen. En daarom vond ik het ook echt supergoed dat jullie dit item hadden. Hè? Mm-hmm. Ik denk, ga vooral stemmen. Allereerst gewoon voor de Provinciale Staten. En natuurlijk, hè, in de tweede lijn, is dan ook nog eens die Eerste Kamer die door die Provinciale Staten wordt gekozen. Is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Hè, omdat je daar toch krijgt als de samenstelling van de Eerste Kamer, die bepaalt toch ook de ruimte van de regering om door te gaan. Ja. Of om heel goed rekening te moeten houden met de oppositie. Nee, maar Dat is heel duidelijk hoe je het uitlegt inderdaad. Je stemt niet alleen voor de provincie, maar dus ook voor degene die onze wetten gaan goedkeuren. Ja. Ja. Dus heel belangrijk om te gaan, denk ik. En over minder populaire verkiezingen gesproken, we hebben ook nog de waterschapsverkiezingen natuurlijk. Zeker. Die mogen we niet vergeten. Ja. Ja, ik heb zelf toch amper een idee waarvoor ik nou eigenlijk stem als het gaat om de waterschapsverkiezingen. Kun je mij daarbij helpen? Waar stemmen we voor? Je hebt bij mij wel een goeie, want ik ben een waterschapsfan. Ja. ik geef toe dat die er niet zo heel veel zijn. Leuke hobby. Ja, het is echt een hele leuke hobby. Kijk, waterschappen die regelen deels dat de dijken er zijn zodat de rivieren niet overstromen en het land niet onder water komt staan. Nou, dat is een vrij technische taak, zou je zeggen. Die regelen ook dus het schoonmaken van het water, de waterzuivering. Hè. In Tilburg-Noord bijvoorbeeld, daar
op de weg, langs de weg naar Waalwijk, dat is een grote waterzuivering. Dat is ook vrij technisch werk, maar die regelen ook, en dat is nog het meest gevoelige onderwerp eigenlijk, de stand van het grondwater. En dat klinkt, ja, dat zie je geen van allen, dus daar loopt niemand warm voor. Die stand van het grondwater, dat zal allemaal wel. Maar dat maakt enorm veel uit hoe hoog het grondwater staat. Bijvoorbeeld welke planten er kunnen groeien, welke bomen er kunnen groeien. Ja. Maar ook welke gewassen er verbouwd kunnen worden. En daar zit, ja, heel eerlijk is dat ook heel politiek, ook heel veel belangenstrijd er vaak in. Voor boeren is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze met zware trekkers op het land kunnen. Ja. Als het grondwater heel hoog staat, dan komen die trekkers er gewoon niet door. Heel praktisch voorbeeld, dus dat water, dat moet laag zijn. Dus die slootjes moeten goed gemaaid zijn. Het waterpeil moet laag genoeg gezet worden, zodat het water afwatert op die slootjes en zoep naar de Dommel of naar de Maas of naar de Dongen gaat, wat het makkelijkste is. Ja. Voor de natuur wil je juist het water hoger hebben. Hè? De Brabantse Wal, daarbij bij achter Bergen op Zoom, zeg maar, die hoek. Daar vallen nou al eiken om. Ja, die willen dat het water dus weer hoger komt. Dus het water moet hoog zijn, anders gaan die knoetoude bomen, die het al die eeuwen overleefd hebben. Die overleven het niet meer, want het water zo laag is als het nog nooit geweest. Dus het water moet hoog. Dus als je het heel plat laat, gaat het dus over natuur versus landbouw. Ja, en het mooiste is natuurlijk als je dat kunt combineren. Ja. Hè, want je wilt niet de boeren wegjagen voor de natuur. Niet, maar je wilt wel graag dat de agrarisch belang hand in hand gaat met de gezonde natuurontwikkeling. En niet ten koste gaat van een gezonde natuurontwikkeling. Ja. En daar gaan waterschappen over. En in een wat breder kader gaat ook die stikstofproblematiek over vergelijkbare dingen. Mm-hmm. Dus dat is wel degelijk heel actueel. Alleen ja, het leeft in de hoofden van mensen vaak niet, dat is waar. Behalve vaak op platteland wel. Boeren die zijn altijd wel erg met waterschappen bezig. Ja. Die zijn ook goed georganiseerd in de waterschappen. En gelukkig sinds kort zijn meer milieubeschermers, dat is dan meer mijn achtergrond, zeg maar. Hè. Die laten zich gelukkig organiseren zich ook. En die zorgen ook dat ze verkiesbaar zijn voor die waterschappen. Ja, en ga je stemmen nu je dit hoort? Ja, zeker. Ja, wat weet ik nog niet, maar ik ga me nog zeker even diepen. Het klinkt alsof hier ook heel veel wetenschappelijke kennis voor nodig is. En dan kunnen we meteen een mooi bruggetje maken naar Leo. Leo. Leo, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Leo, jij bent van het Science Café. Ja. En voor de mensen die dat niet kennen, wat is het? Wij zijn een groep vrijwilligers en wij organiseren 6 keer per jaar een lezing van een wetenschapper, een toonaangevende wetenschapper, in Paradox. En daar proberen we de dialoog tussen de wetenschap en de mensen die erin geïnteresseerd zijn te dichten. En dat doen we in een informele kroegsetting, dus in Paradox. Okay. Nou, we zorgen dat er ook wat muziek bij is. We zorgen altijd dat er een jonge muzikant, meestal van de rockacademie is. En we hebben een lezing, maar ook een discussie daaromheen. En is het dan ook echt om de wetenschap een beetje laagdrempeliger te maken voor een breder publiek? Of is het qua publiek ook echt een beetje de wetenschapper? Nou, we willen kijken, iemand met een HAVO, een ateneum achtergrond, die kan het volgen. Dus het is niet heel hoogdravend. En het is ook altijd in het Nederlands. Ja. Dus het is ook toegankelijk. Maar we zoeken wel onderwerpen die in het nieuws zijn. Ja, want wetenschap is natuurlijk een heel breed begrip. Ja. Wat voor thema's moet ik aan denken? Nou, wij pakken er zijn meerdere science-cafés in het land. Ze staan allemaal op eigen benen. In Tilburg zorgen wel dat het hele spectrum, dus zowel de beta-wetenschap, natuurkunde, scheikunde, heel veel psychologie, geneeskunde, het kan ook letteren zijn, dus alles. En we wisselen een beetje af. Ja, want er staat er weer eentje op de planning, als ik het goed heb, op 16 maart. Ja, 16 maart. En dan hebben we net de verkiezing achter de rug. Dat is over wetenschapper die vertelt over, dan moet ik even spieken hoor, biomimicry. Dat is dat je leert van de natuur. Ah, je kunt bijvoorbeeld mieren kunnen hun eigen lichaamsgewicht een aantal keren dragen. Je hebt beesten die kunnen tegen een muur lopen. Vissen kunnen op hele slimme manieren kunnen ze zwemmen. Ja. En daar kijk je vanaf en dat probeer je ook in, in allerlei apparaten die je maakt, probeer dat toe te passen. En dat is een wetenschapper die daar expert in is. En die vertelt waarschijnlijk met heel veel voorbeelden, vertelt hij erover. Dat is wel super interessant eigenlijk. Ja. Ja.
En zijn er ook voorbeelden van thema's die voorafgaand al voorbij zijn gekomen, waarvan je denkt, nou, toen, die hebben toen toch dingen verteld die mij helemaal weg hebben geblazen? Ja, maar kijk, maar ik ben biased, hè, dus ik, ja, hoe heet het, ik kom uit de Bertoek. Oké, probeer ons weg te blazen. Nou, ik kom uit de Bertoek, dus dat vind ik altijd het leukste. Maar we hadden de vorige lezing, begin januari, was over dat je mensen die niet kunnen praten, kun je aan hun hersenen meten, kun je ze leren dat ze een bepaald woord in hun hoofd denken en dat je dat kunt opvangen. Wow. Dus dat je met, zeg maar, hoe heet het, met het brein, met de computer kunt praten eigenlijk. Dus mensen die niet kunnen praten, kunnen dan via de computer praten. En dat was een onderzoeker van, ik dacht van Utrecht, het UMC. En die doet daar onderzoek naar. Dus die heeft er ook allerlei filmpjes over en voorbeelden. En laat zien wat de laatste stand van zaken is. Zo. Ja. So. Als voorbeeld. Ja. En we hebben nog, we doen een keer of zes een lezing. Eén keer is die University Night. Dat is bij de Universiteit Tilburg, hebben ze een 100 lezingen. En dit keer is het Let's Play. En dat gaat vooral over allerlei spelvormen, denk ik. En wij leveren daar een aantal sprekers aan. En we doen één keer groot, pakken we groot uit per jaar. Dan huren we de Schouwburg. Willen we ook echt een topper hebben met een goed verhaal. En dat is de 15 mei, geloof ik. Nee, 15 juni. Ja. En dat is Bert Veringa. En de mensen die hem kennen, hij heeft in 2016 de Nobelprijs voor de scheikunde gewonnen. Dus hij maakte robotjes, machientjes van moleculen. Wow, en de droom is dan dat je misschien in de toekomst hele kleine robotjes kunt maken die gewoon in je menselijk lichaam allerlei klussen kunnen uitvoeren of weet ik wat. Dus hij maakt hele kleine, zonder een motor of zo, maar hele kleine moleculen op zo'n manier dat ze een taak kunnen uitvoeren. Klinkt bijna science fiction-achtig eigenlijk. Ja. Maar jullie doen dus evenementen in de Paradox en één keer per jaar ga je ook echt naar het grote podium en dan wordt het een beetje een rocksterrenversie van het Science Café. Ja, dan hebben we ook weer een muzikant erbij en soms nog een andere uitvoering daarnaast. En we hebben, ik weet niet of jullie kennen, Jonica Smeets. Dat is van de wiskundemeisjes van vroeger. Het is een wiskundige professor wetenschapscommunicatie, Universiteit Utrecht. En die heeft toen een lezing gegeven. En ik weet het. Maar we hebben in ieder geval één keer per jaar. We hebben ook een keer André Kuipers gehad. Oh, wat cool. In de Schouwburg. En die trek, dat zijn bekende namen. Ja, tof. Dus jullie proberen echt wetenschap een stuk laagdrempeliger te maken. Nieuwe kennis behapbaar te maken voor de Tilburger. Ja. Even kijken. 16 maart, dat is inderdaad de dag na de verkiezingen. Dus daar kunnen we allemaal weer een beetje bijkomen. Waar kunnen we kaartjes kopen? Je kunt kaartjes aan de kassen kopen, maar het Paradox kan denk ik 100, 120 mensen aan. Dus je kunt ook van tevoren reserveren. We proberen het heel laagdrempelig te houden, dus €3. Okay. En studenten mogen gratis. En wij vinden ook dat mensen die boeken lezen, vinden we ook wel een voordeel hebben. Dus mensen die een bibliotheekpasje hebben, die mogen ook gratis aan doen. Kijk eens aan. Nou, dat is wel heel vriendelijk. Oké, het klinkt super interessant. En dan is het s'avonds in een soort kroegsetting. Gaan we dan lekker luisteren? Ja, het is vanaf een 7:30 inloop. En we zijn 9:45 klaar. En we doen het in Paradox. Er is een podium of een groep dat heet Tilburg de Badstad. Ja. En daar zit het Milieucafé, Hartslagcafé, dat soort organisaties die ook een soort dialogen, discussies hebben. En wij stemmen af dat we niet twee activiteiten op dezelfde avond doen. Ja. Dus dat we een beetje roleren wat dat betreft. Dat iedereen volgende week, donderdag, is het naar Paradox gaan komen. Nou niet iedereen, maar Okay. Mensen met een wetenschappelijke interesse, of die er meer over willen leren. Merk je dat er echt jonger publiek ook op afkomt? Corona heeft natuurlijk een flinke verandering veroorzaakt. Mm-hmm. We hebben wel meer het oudere publiek. Maar als je ziet, als er een psychologisch onderwerp is, dan zie je wel heel veel studenten. Ja. En van Fontes, van de universiteit. Dus afhankelijk van het onderwerp. En dat vinden wij ook eigenlijk wel heel goed. Ja. Dat niet dat je een vast publiek hebt, maar dat ook mensen kijken naar welk onderwerp aan de orde is. En daarop afkomen. Ja. En ze hebben in september nu al, weten we, forensic geneeskunde. Dus ik denk, ik weet niet precies, maar dat is dus dat je een misdaad is gepleegd. Ah, kijk, en je wil dan kijken of je aan dat lijk kunt uitvissen. Ja. Hoe het dood is gegaan of hoe lang het al dood is, weet ik veel. Heel, heel interessant. Ja. 16 maart. Yes. Ik zet het in de agenda. Super tof. Ja. En 15 juni.
Ja, en 15 juni in de Schouwburg in Tilburg. Heel erg bedankt en heel veel plezier ook. Ja. Klinkt heel interessant. Dankjewel. We krijgen het nog druk allemaal met al die... we moeten naar een hiphopfestival, we moeten gaan stemmen, we moeten naar het Science Café. Ja, dat krijg je als je in een levendige stad woont, Amber. Ja, want 15 maart, ik heb hier letterlijk staan, wat gebeurt er na 15 maart? Maar ja, dat is een Science Café. De antwoord hebben we ook gehad. Dus daar hoeven we het niet meer over te hebben. Nee, maar naar 15 maart. We gaan stemmen, stemmen worden geteld. Ja. We hebben net al gehoord ook hoe dat gaat. Wat gebeurt er daarna? Wat kunnen we in die weken daarna nog verwachten? Ja. 2 maanden later wordt het dan ook bekend hoe de Eerste Kamer eruit komt te zien? Ja, het is nog iets anders. Okay. Eigenlijk vrijwel meteen na 15 maart, de volgende dag of 2 dagen daarna, wordt bekend hoe de Provinciale Staten eruit gaan zien. Ja. Dus de stemmen per partij, die zijn eigenlijk die avond of de volgende ochtend al wel bekend. Maar dan kijk je ook nog, hebben er sommige mensen nog met voorkeur stemmen. Ja. Die lager op de lijst stonden, die er toch nog in komen. Ja. Dat is meestal rond het weekend wel bekend. Dan worden, ik denk in de week daarop al, worden de nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd. Dus wordt afscheid genomen van de mensen die nu in de Provinciale Staten zitten. En gaat een nieuwe club aan de gang. En die gaan dan gewoon aan het werk. Dus dat is al heel snel. Mm-hmm. En die nieuwe Provinciale Staten, die gaan dan ergens eind mei kiezen die een nieuwe Eerste Kamer. Okay. En dan weet jij dus ook of jij je baan nog... Dan weet ik of ik dat stukje van mijn baan nog heb. Dat is spannend. Ja. En voor de Eerste Kamer is dat ook op basis van een lijst met de nummer 1, 2 en naar beneden? Ja, dat gaat eigenlijk gewoon... Alleen het enige verschil is dat er niet alle burgers voor stemmen, maar alleen de Provinciale Statenleden. Ja. Verder ziet het er precies hetzelfde uit. Ja. En kunnen mensen van de Provinciale Staten dan ook voor de Eerste Kamer weer een voorkeurstem uitbrengen voor bepaalde mensen? Ja, dat kan. Dat is niet gebruikelijk. Maar, in eigen belang denk je altijd, stop toch, doe maar op mij. Hè. Ja. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, dat een beetje gek is. Omdat er dus maar een hele kleine groep Provinciale Statenleden is. En die zouden dan zo'n lijst die door partijcongressen van een paar duizend mensen is vastgesteld, zou dan door enkele tientallen statenleden veranderd worden. Ja. Normaal werkt bij voorkeurstemmen zo dat de burgers, de grote groep... Ja, en mas moeten op één persoon moeten gaan stemmen. Die kunnen dan op één persoon stemmen. Ja. En dan kun je zeggen, oké, de grotere groep overroept de kleinere groep. Ja. Maar bij de voorkeurstemmen voor de Eerste Kamer is het eigenlijk zo, dat kan wel... En dan heb je misschien met 6 stemmen heb je al genoeg voor een voorkeurszetel. Omdat de groep die stemt zo klein is, dan gaat de kleinere groep de grotere groep overroelen. Dus het gebeurt wel. Het is eigenlijk van de partijen niet de bedoeling. Maar volgens de wet kan het. Ja. Hey, en waar ik ook nog heel benieuwd naar ben, is de Forum voor Democratie was de grootste in 2019 in Tilburg. Brabant Breed was dat de VVD. Je bent zelf van GroenLinks. Heb je het idee dat dat weer... Voor Democratie zeker niet. Die waren landelijk zelf de grootste. Ja. In de Eerste Kamer. Maar die waren al in tweeën gesplitst op de eerste vergaderdag. Inmiddels zijn die in vieren gesplitst. Ja. Waarbij van de 12 zetels die ze in de Eerste Kamer hadden, is er nog 1 van Forum voor Democratie. En dus die hebben er een beetje lopen rommelen. Ingeschoten. Die gaan nooit meer zoveel halen. Maar ik denk wel dat de ogen nou zijn gericht natuurlijk op de VVD als grootste partij in Nederland. Op BBB, Caroline van der Plas, daar kijkt iedereen ook wel een beetje naar. Zeker, ook omdat die discussies rondom stikstof zo actueel zijn. En op de GroenLinks Partij van de Arbeid combinatie. Ja, dus dat zijn de spannende dingen. Dat zijn eigenlijk de spannende voor de progressieve mensen GroenLinks PvdA. En aan de rechterkant een beetje wordt het BBB of wordt het VVD. Hoe zit dat? Want in de provincies heb je ook zeg maar een soort van lokale partijen waar je op kan stemmen. Ja. Stel die komen in de provincie terecht. Hoe stemmen die dan weer voor de Eerste Kamer? Want dat ze mogen natuurlijk zelf weten hoe ze stemmen. Ja. Maar er is een samenwerkingsverband van lokale partijen voor de Eerste Kamer. Dat heet de Onafhankelijke Senaatsfractie. En traditioneel heeft die onafhankelijke senaatsfractie 1 zetel in de Eerste Kamer. Okay. En er zat iemand op uit Friesland, van de Friese Nationale Partij. Die is halverwege de rit gewisseld. Er zit iemand uit Limburg op, van de Limburgse Provinciale Partij.
Maar er zijn ook mensen van provinciale, lokale lijsten die landelijk. We moeten helaas onze cue dat we moeten stoppen met praten is helaas hier. Ik zou hem nog uren over door kunnen praten. Ja. Ik heb helemaal zin om te gaan stemmen. Ja, Roel, bedankt voor je tijd en alle informatie. Ja, jullie hartstikke bedankt voor het mooie gesprek. Ja. Ja, dit was hem weer voor deze week dan, jongens. Yes. Allemaal gaan stemmen, lijkt me allemaal duidelijk. Stemmen, maar goed, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Precies. Tilburg naar de stembus. Ja. Oh, no, he did it. All right.